Ja, hier ligt ze dan, Smokey. Ze ligt hier heel graag, omdat hier af en toe de zon naar binnen schijnt. Ja, maar voor hoe lang nog? Tijdens een controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit werd er geconstateerd dat Smokey ook in ruimtes kwam waar eten werd bewaard en bereid. Onhygiënisch volgens de Warenautoriteit, dus exit Smokey. Toen café-medewerker Marie Boudry hoorde dat Smokey het café moest verlaten, is ze gelijk een online petitie gestart en heeft ze al meer dan 12.000 handtekeningen verzameld. Als Smokey hier weg moet uit zijn vertrouwde omgeving, uit zijn huis, dan zal Smokey denk ik niet lang meer leven. Zij is al zo oud, is 23 jaar, woont al 20 jaar bij ons in het café. En ja, ze weet niet beter dan dat ze hier leeft. Maar er is nog een kans voor Smokey. Volgens de Warenautoriteit is het simpel. Huisdieren zijn toegestaan, mits ze niet in ruimtes komen waar eten bereid of bewaard wordt. Dat betekent dat hij maatregelen moet nemen, dat hij ervoor moet zorgen dat die kat niet in de keuken en niet in de voorraadruimte kan. Dus als hij dat regelt en die kat blijft aan de voorkant in de bar waar de mensen zitten, waar de barkrukken staan en de tafels, dan is wat ons betreft niets aan de hand. Binnen een paar weken volgt er nog een controle van de NVWA en als de maatregelen zijn genomen, dan mag Smokey blijven.